ja, voor de moeder speelt het natuurlijk wel mee dat vandaag het precies een jaar geleden is dat haar dochter is overleden. En dat maakt het extra zwaar. En ook het feit misschien dat zij alles vanaf een verre afstand hebben moeten volgen het afgelopen jaar. Ik kan me voorstellen dat dat ook een groot probleem is geworden. Nou, dat valt gelukkig mee, want daar is mijn cliënt erg blij met de inzet van het Openbaar Ministerie, maar ook de politie en met name ook de familierechercheurs, die die afstand zoveel mogelijk hebben overbrugd door haar iedere keer toch goed op de hoogte te kunnen houden van datgene wat de voortgang was van het onderzoek. Er is vandaag het een en ander gezegd over de gezondheidstoestand van Gosia. Onder andere is ze door de advocaat heel erg gehamerd op een verklaring van de moeder. Hoe heeft zij dat zelf ervaren? Want zij zat in de zaal. Ja, dat was voor haar vervelend. Met name omdat voor het gevoel van mijn cliënten de feiten heel erg uit hun context werden getrokken. Mijn cliënt heeft inderdaad in het verleden verklaard dat Gosia hartklachten zou hebben gehad. Maar dat heeft gespeeld rond haar 18e verjaardag. En dat is toen grondig uitgezocht. Er is niks uitgekomen. Daarvan zegt dan de verdediging, dan is er dus misschien wel wat aan de hand. Maar mijn cliënt zegt van ja, ze was gewoon gezond. Want als ze niet gezond was geweest, had ze van ons, haar ouders, niet eens naar Nederland gemogen. En dan is het voor de moeder des te schrijnender dat nu juist de verdediging aan haar verklaring ophangt dat er mogelijk wat anders de oorzaak is van het overlijden. Terwijl de familie ervan overtuigd is dat meneer Orzulik de dader is. Want daar zijn ze zeker van. Zij kenden hem. Hadden ze hier op de een of andere manier een beeld bij, een verwachting van hoe kijken zij nu naar hem? Moeilijk. Ze hebben dit uiteraard niet verwacht, want dit verwacht je niet. En met name het feit dat ze, mijn cliënt is erg gelovig, een hostie met hem gedeeld heeft en dat hij dan tot zoiets in staat is, ja, dat kan mijn cliënt gewoon niet bevatten. En de eis, 14 jaar, heeft u een idee wat ze daarvan vindt? Ja, daar zat ze heel dubbel in. Ze zei van ja, aan de ene kant, het is nooit genoeg. Aan de andere kant, 14 jaar is naar Nederlandse maatstaven best stevig. Alhoewel mijn cliënten graag had gezien dat de officier voor moord was gegaan in plaats van doodslag. Maar goed, cliënten beseft dat de officier daar een eigen afweging in maakt. En is over het algemeen erg te spreken over de manier waarop het Openbaar Ministerie deze zaken heeft aangepakt. Dus daar legt ze zich bij neer. Maar ja, al zou er 25 of 30 jaar zijn gevorderd, voor mijn cliënten is dat uiteraard nooit genoeg. Maar ze had wel het idee dat er voorbedacht een raad bij zat. Wat mijn cliënten betreft wel. Die zegt van ja, op het moment dat je ziet en in het dossier ziet dat er een zaagmachine is aangeschaft. Meneer Orzulik heeft in een winkel gewerkt waar dit soort materiaal werd verkocht. Die wist waarvoor hij dit apparaat kon gebruiken. En als dan het verhaal is, ja, daar wilde ik een kastje mee zagen. Dan zegt mijn cliënt, ja, daar gebruik je een andere zaag voor. En dat had nou juist hij moeten weten met zijn achtergrond.